Nou ja, hittestress. Ja, daar hebben sporters natuurlijk mee te maken als je, met veranderend klimaat. En, we krijgen meer hittegolven, warmere temperaturen. Dus dat is, ja, dat is voor belang voor sport. Maar natuurlijk, er is een verschil tussen de temperatuur boven kunstgas en boven natuurlijk gas. En dat is wel, dat verschil is redelijk groot. Vooral over kunstgas, dat kan heel, heel warm worden. De oppervlaktetemperatuur die kan heel, heel hoog worden. Nou ja, je ziet vooral dat kunstgas dat kan wel oplopen tot 75 graden. In vergelijking met natuurgas wat 30, 40 graden maximaal wordt eigenlijk. En dat is wel redelijk schokkend. Er zijn natuurlijk wel allemaal dingen aan te doen. Je kunt denken aan schaduw creëren of zorgen dat de verdamping, dus dat meer energie gaat naar verdamping dan aan de verwarming van het kunstgas zelf. Dus door sproeien of door dat soort dingen.